kinderen. In een vorig filmpje heeft Fabienne verteld over bidden. En dan bijzonder over het Onze Vader. Dat is het gebed dat Jezus aan zijn leerlingen heeft geleerd. Want zijn leerlingen wisten niet goed hoe ze moesten bidden. Het is een mooi gebed, maar een moeilijk gebed. Fabienne heeft het heel mooi uitgelegd. Bidden bestaat al heel lang. Bidden is een manier om te praten met God. Een gesprek. Een gesprek zoals tussen twee vrienden, maar dan tussen jou en God. Ook al hoor je God niet iets terugzeggen. Bidden bestaat al zolang er godsdiensten bestaan. En dat is al duizenden jaren lang. En overal waar een godsdienst is, overal waar mensen geloven in een God, wordt er ook gebeden. Stel je voor, je hebt ruzie gemaakt met je vriend, of je hebt een nieuwe fiets gekregen, of je oma is gestorven. Zo van die dingen waar je hart van vol is. Als je gelooft, dan vertel je dat aan God. Het is een heel persoonlijk gebed. Een gebed met je eigen woorden. Niemand anders doet het op die manier. Het is jouw gebed. Maar er bestaan natuurlijk ook gebeden met een vaste tekst. Dikwijls zijn het heel moeilijke gebeden. Zoals bijvoorbeeld het Onze Vader is niet zo gemakkelijk. Zoals we het Onze Vader bidden, spreken wij niet. Heel lang geleden misschien wel. Toen de ridder zei, schildknaap, zadel mijn paard op. Dan zei die schildknaap, ja heer, u wil geschieden. Maar als papa zegt, Fientje, kom aan tafel, het eten is klaar. Dan zegt Fientje niet, ja papa, u wil geschieden. Het zijn oude woorden die wij nog steeds gebruiken. En waarom doen we dat dan? Waarom spreken we dan zo met die oude woorden? Dat is omdat die gebeden al heel lang bestaan en heel veel mensen dat gebed in hun hoofd kennen. En als je dat gebed dan gaat veranderen, dat is moeilijk. Bijvoorbeeld het Onze Vader. 5 jaar geleden hebben ze daar een paar woorden in veranderd. Ik moet eerlijk toegeven, na 5 jaar ben ik nog steeds fout. Maar waarom hebben we dan zo'n gebed met vaste woorden? Waarom kunnen we dan niet gewoon ons gebed met onze eigen woorden doen? Ja, het is wel een beetje moeilijk als je bijvoorbeeld in de kerk bent en je gaat samen bidden, luid op bidden. Als iedereen dan zijn eigen gebed gaat zeggen, dan wordt het een zootje. Daarom hebben we vaste gebeden, zodanig dat we allemaal hetzelfde kunnen zeggen op hetzelfde moment. Maar voor sommige mensen is het ook moeilijk. Sommige mensen vinden geen woorden om zelf te bidden. En dan is het gemakkelijk als ze een vast gebed kunnen bidden. Soms worden gebeden ook gezongen. Bijvoorbeeld het Onze Vader. Dat zingen we elke Eucharistieviering. Zingen, ja. Als het een gezongen mis is, dan wordt het Onze Vader gezongen. Veel van de liedjes die we zingen in de kerk zijn eigenlijk gebeden. Weet je, mensen bidden wel gemakkelijk,
soms een heel kort gebedje. Bijvoorbeeld, ze zien dat een fietser wordt aangereden door een auto. Dan zeggen de mensen, o God, wat gebeurt daar? Dan vragen ze aan God, wat gebeurt daar? Of, God, wat is het hier mooi, als je door een bos wandelt bijvoorbeeld. Oudere mensen zeggen wel eens, Jezus, Maria, Jozef, wat gebeurt er nu? Het zijn allemaal gebeden. Nu worden ze zo'n beetje verengelst. Je hoort wel eens, oh my God. Dat betekent eigenlijk, oh mijn God, of Jesus. Dat is Jezus. Dan zeg je iets tegen Jezus. Het is niet altijd de bedoeling van de mensen om zich te wenden tot God. Maar vaak ook wel. Als ik door de bergen wandel en zeg, God, wat is het hier toch mooi? Dan bedoel ik echt, God, wat heb jij de natuur mooi gemaakt? Ja, inderdaad. Ja, waarom zou je niet kunnen bidden in de bergen? God is overal. Dus je kunt overal bidden. In je bed, in je bad, op school, in de kerk, in de bergen, op het strand, overal. Want waar God is, luistert God. En hoe je bidt? Ja, natuurlijk. Als je in je bad aan het bidden bent, dan kun je niet knielen, dan lig je. Of als je in de bergen wandelt, dan bid je al wandelend. Je kunt bidden op de manier waarop je wilt. Maar veel mensen vinden het belangrijk een houding aan te nemen als ze bidden. Ik ga bijvoorbeeld gemakkelijk mijn handen vouwen. Dat is omdat ik me echt zou kunnen concentreren op het gebed. Sommige mensen die bidden met hun handen voor hun gezicht, om helemaal niet afgeleid te worden. Je kunt ook zo bidden, of je armen over elkaar. In sommige godsdiensten bidden ze met heel hun lichaam. Moslims bijvoorbeeld, die knielen op de grond en die raken met hun hoofd de grond. En zo tonen ze, wij zijn heel klein, God is groot en wij zijn heel klein. Moslims gaan ook eerst hun handen en hun voeten wassen. Ze maken zich helemaal proper voor ze in de moskee gaan bidden. Sommige Joden, die bidden wiegend. Die gaan vooruit en achteruit en bidden zij zo. Sommige mensen bidden dansend. In Afrika bijvoorbeeld, dan dansen de mensen tijdens de mis. Ze bidden dansend. Dat moet God toch wel mooi vinden. De richting waarin men bidt is voor sommige mensen ook belangrijk. Bijvoorbeeld de moslims die op de grond knielen en met hun hoofd de grond raken, die bidden met hun hoofd naar het oosten. Waarschijnlijk heb je in de klas al geleerd over de windrichtingen. Het noorden, het oosten, het zuiden en het westen. Voor moslims ligt Mekka
in het oosten van ons land. En daarom richtte zij zich naar Mekka. Voor ons is Jeruzalem de stad waar Jezus heeft geleefd. Die ligt ook in het oosten. En wist je? De kerken die worden gebouwd naar het oosten. Als je bij ons in de kerk staat en je kijkt naar het altaar, dan kijk je naar het oosten. Want het altaar staat in het oosten van de kerk. En de deur langs waar je binnenkomt, dat is het westen. Dus als je het noorden kwijt bent, ga dan even in een kerk staan. In sommige godsdiensten bidden ze op vaste tijdstippen. Moslims bijvoorbeeld bidden 5 keer per dag. Wij bidden wanneer we willen. Wanneer het je uitkomt. Wanneer je aan iets denkt. Je kunt altijd bidden. Maar in kloosters waar zusters samenleven, of broeders of paters, daar bidden ze wel op vaste tijdstippen, omdat ze samen bidden. Maar het maakt natuurlijk niet uit. Je bidt waar en wanneer je wilt en hoe je wilt. Of het nu met je eigen woorden is of met een vast gebed. God luistert altijd naar jou. Mensen die geloven en praten met een God als ze bidden, die leren dat je als je bidt, dat je ook moet luisteren. Je moet luisteren naar de stem van God. Het is natuurlijk niet zo'n stem zoals die van jouw papa of mama of je broer of zus of je vriend als je praat. Je moet op een andere manier luisteren dan als je luistert naar mama of papa. De stem van God die spreekt helemaal anders. Je kunt die op veel verschillende manieren horen. Bijvoorbeeld in het fluiten van een vogel. Of het ruisen van de blaadjes in de bomen. Of het geluid van de golven van de zee. Daarin kun je de stem van God horen. Maar je kunt ook de stem van God horen in een ander mens. Als een mama een kind troost, dan hoort dat kind de stem van God. Als iemand iets lief tegen je zegt, dan hoor je de stem van God. Wie luistert naar de stem van God, gaat ook anders tegen hem praten. Wie regelmatig tijd neemt om te bidden, gaat naar het leven en de wereld kijken met de ogen van God. En die stem van God kan je dan ook in jezelf horen. Wanneer je van plan bent om iets te doen dat niet mag, dan zegt die stem van God in jou: niet doen. Het mag niet. Of als je ruzie hebt met iemand, dan zegt die stem van God in jou: maak het weer goed. Vriend zijn is veel belangrijker dan ruzie. Daar hoor je die stem van God. En als je bidt, ga je die steeds beter horen. Straks bid ik dat alle mensen die naar vrede verlangen, ook zelf vrede brengen. En ik bid dat
in deze moeilijke tijd dat mensen elkaar gaan helpen. En ik bid om te zeggen tegen God: eigenlijk hebben we toch fijne kinderen die een eerste communie doen. Ik heb ze gezien tijdens het dorpelbezoek. Dat was fijn. Dank je wel, God, voor deze lieve kinderen. Dag, kinderen. Tot de volgende keer.